Marco Bizot, nieuwe doelman van AZ. Nou, je bent nul gehouden, eerste keer. Ja, dankjewel. Ja, dat klopt. Nee, ja, was lekker om een wedstrijdje in ieder geval half vier te spelen. En, ja, ik heb ervan genoten. Wat is je het meest bijgebleven van je eerste week AZ? Dat alles super goed geregeld is. Alles is voor elkaar. Niks is te weinig, niks is te veel. Ja, je vraagt en je krijgt, bij wijze van spreken. Dus de organisatie is top. Dat valt gewoon op. Dat valt zeker op, ja. En zo'n eerste wedstrijd van het seizoen, is het dan van prikkelt, komt er dan weer een beetje wedstrijdspanning? Of is dat nog allemaal zo? Nee. Dit, kijk, zulke wedstrijden, dan moet je plezier, moet leuk zijn. Moet zowel voor de tegenstander als voor ons moet het leuk zijn. En als je de lol erin hebt, dan loopt het ook lekker. En dan zijn die wedstrijden gewoon leuk om te spelen. Ja, wat kunnen we van AZ verwachten dit jaar, wat jou betreft? Ja, ik hoop gewoon dat deze groep een beetje bij elkaar blijft. Dat we gewoon veel wedstrijden gaan winnen. Hè? Dat we meespelen om wat moois dit jaar. Dus het moet zich nog verder ontwikkelen. Maar, iedereen is heel erg gewend aan Europees voetbal, hè, in Noord-Holland, in Alkmaar. Ja, dat klopt. Ja. Ik heb er zin in eigenlijk om dat weer te spelen. Dus ik hoop dat we zover komen. Dirk Hoorn, ja, was je wel eens geweest, denk ik, of niet? Of je komt een beetje uit de buurt? Ja, uit Hoorn, hè. Dus dat, ja, Dirk Hoorn lijkt wel op. Ja. Lijkt erop, ja. Nee, ik ben er nog niet geweest. Maar leuk, gezellige mensen. Het ziet er leuk uit.